Vandaag is het tijd voor de Grand Prix van Miami. Ja, welkom terug bij F1 22 My Team. In de vorige aflevering hebben we de Grand Prix van Imola gereden met een knotsgekke sprintrace. Als je die video nog niet gezien hebt, klik op het i'tje, want dat is echt een hele zieke race. Maar vandaag gaan we dus de Grand Prix van Miami rijden. Miami is een track die ik nog niet zo vaak gereden heb, dus dat wordt bijzonder. Dus laten we naar de headquarters gaan, want daar moeten we natuurlijk eventjes wat dingen gaan checken. Laten we beginnen bij de activities, want die moeten we eventjes gaan doen. Ik zal jullie straks de driver standings en alles laten zien en de development. Maar laten we hiermee beginnen met dus... Oh, ik klik weg. Met dus de activities die we kunnen doen. Ik heb nog steeds die chassis department focus staan. Ik weet niet of ik die wil doen, want ik blijf erbij dat dan de powertrain en alles fout gaat. Maar weet je wat, we moeten hem gewoon maar een keer proberen. Misschien dat die 30 resource points het waard zijn. Ik denk het niet, maar laten we het gewoon doen. Dan kunnen we ook nog een GeForce training doen die mijn second driver beter maakt. En dan kunnen we nog... Oeh, dat komt net niet lekker uit, zie ik nu. Misschien is het handig om toch het anders te verdelen in een 2x3 daags, want dan komen we perfect uit. Dus laten we second driver PR filming doen, daar krijgen we ook nog geld van. En dan chassis equipment upgrade, dat zorgt er ook voor dat we onze chassis verbeteren. Dus dat is best wel een upgrade voor ons chassis. Want we hebben de chassis department focus en chassis equipment upgrade. Dus daar mogen we heel blij zijn. Dus laten we dit in ieder geval gaan kiezen. Hebben we nog messages waar we op moeten letten? Nee. De facilities kunnen we dan wat mee. Nee, we moeten even geld besparen, want anders kunnen we het contract van onze driver niet verlengen. Ik zag iemand in de comments dat zeggen. Shout-out naar jou. De R&D is ook wel even belangrijk om te checken. Want er zijn een aantal dingen gebeurd. Dus laten we gewoon kijken. Hier, je ziet dat de wing mirrors zijn geüpgraded. Het is gelukt. Daar mogen we heel blij mee zijn. Dan hebben we ook nog deze die upgrade die is gekomen. En dan hebben we deze upgrade die gekomen is. Er zijn drie upgrades in totaal. Waar we heel blij mee mogen zijn. We zouden ervoor kunnen kiezen om een grote upgrade te doen, zoals deze. Maar ja, de failure rate is nou eenmaal wat hoog. Maar het is wel heel aantrekkelijk om te doen. En misschien is een aerodynamic upgrade ook wel nice, zoals deze. Maar ja, daar is de failure rate nog hoger van, 40%. En de powertrain, ja, die vind ik eigenlijk wel prima voor nu. Dus laten we dan toch maar voor een major upgrade gaan. En laten we dan voor deze gaan, de weight reduction. Want dat schijnt het beste te zijn dit seizoen, een weight reduction upgrade. Dus laten we gaan om, voor deze. Dus de kans is groot dat die kapot gaat, namelijk dat het niet werkt, 30%. Maar we hebben in ieder geval wel voor Spanje binnen dan. Dus dan zijn we gelijk ook van bijna al onze resource points af. Zijn we daar ook gelijk klaar mee. Dan de progress. Dit is de progress die we nu hebben. We zijn weer het derde, of niet het 1 na slechtste, maar het 1 na slechtste team. We zijn boven, we staan nog steeds boven Aston Martin. Maar we moeten nog echt wel een stukje hoger komen om bij AlphaTauri en McLaren in de buurt te komen. Dus onze auto is nog niet top. Maar zoals jullie hier kunnen zien, hebben we wel punten weten te verzamelen. We staan nu 13e in het kampioenschap en onze teamgenoot Richard Verschoor staat 16e. Maar we hebben onze punten en we hoeven volgens mij nog maar 1 keer punten te halen. En dan hebben we het doel bereikt van, dus als je hier ziet, van de primary sponsor. Die wil namelijk dat we... Oh nee, wacht. Achieve 2 keer. Oh, we hoeven maar 2 keer te doen. Dan hebben we het al gehaald als het goed is. Nice. Ik dacht dat we 3 keer moesten halen. Maar niet uit. Maar in ieder geval, we hebben hier toch best wel lekkere punten binnengehaald. En we staan dan ook al op de 8e plek in het team. Dus we staan hoger dan dat onze auto eigenlijk zou moeten kunnen. Dus daar mogen we echt heel erg blij mee zijn. Zijn er verder nog dingen die ik hier kan laten zien? Dit zijn de results. Ja, mensen, de meeste mensen hebben het denk ik wel gezien in de video's. En als je video's niet hebt gezien, ik heb een afspeellijst met alle video's. Dan kan je ze allemaal nog eventjes rustig checken. En we kunnen volgens mij ook een tweede sponsor aan gaan nemen. Dus laten we eens even kijken of we dat nu al kunnen doen. En welke we dan gaan doen en welke goal we dan pakken. Bijvoorbeeld overtake 5 different drivers during a race. Dat zouden we kunnen doen. Dan hebben we een contract van 91 dagen. En dan hebben we nog allerlei andere dingen die we kunnen doen. Bijvoorbeeld score 3 punten voor de Constructors Championship. Zouden we bijvoorbeeld kunnen doen. Maar we hebben gewoon centen nodig. Dus laten we gewoon zo'n contract bijvoorbeeld doen. Out qualifier rifle. Dat vind ik een hele goeie. Want ik denk dat ik dat wel kan. Dus laten we die kiezen. En dan hebben we gewoon een nieuwe sponsor waarbij we meer geld kunnen krijgen. Dus daar ben ik heel blij mee. Laten we hem ook gelijk even op de auto zetten. Want dat kunnen we volgens mij hier ergens doen. Kunnen we dat hier doen? Ja, hier kunnen we dat doen. Hier, sponsor decal. En we hebben volgens mij alles al met Echo nu gedaan. Maar laten we op de wing dan die andere sponsor zetten. Dat vind ik wel nice. Dan geven we die ook een beetje ruimte. Omdat die natuurlijk ook gewoon geld aan ons betalen. Zijn er verder nog dingen die ik moet doen? Ja, ik moet nog eventjes de engines verwisselen. Want ja, de practice engine mag er weer in. Want dit is de race engine die ik tot nu toe heb gebruikt. En we hebben natuurlijk een extra set power unit onderdelen. Omdat we in de eerste race
De penalties hebben gepakt, omdat we toch bijna laatste stonden. En dan hebben we dit ook gewoon gedaan. Voor de rest is volgens mij niet heel veel wat ik nog hoef te doen. En laten we dan de tijd eens gaan versnellen en kijken of het lukt om wat upgrades te krijgen. Volgens mij komt er wat binnen aan upgrades. Ja, volgens mij wel. Dus laten we even kijken. Let's go. Advanced time. En jawel, die is gelukt. Oké, nice. Chassis department focus. Jawel, ook gewoon gelukt. Natuurlijk, volgens mij kan die ook niet echt falen. Daar is volgens mij weer een upgrade binnengekomen. En dan hier nog de chassis equipment upgrades ook binnen. En dan zijn we alweer bij de Pirelli Hot Lap aangekomen. Laten we nog eventjes kijken naar de R&D. Kijken of we hier dingen binnenkrijgen. Jawel, hier is de upgrade van onze vloer. Daar ben ik heel blij mee. En dan hebben we nog hier volgens mij ook nog een upgrade. Jawel, van de power unit. Nee, dat is niet de power. Dat is de durability. Dat is heel belangrijk, want anders gaan de dingen natuurlijk kapot. We hebben nog geen problemen gehad. Laten we hopen dat in deze Grand Prix er ook geen problemen gaan zijn met de reliability. Want dat zou ik heel jammer vinden. Ja, laten we dan beginnen met de Pirelli Hot Lap. Als jullie dit nou niet willen zien in de volgende video's, laat dan even weten in de reacties. En als je het wel wil zien, laat dan ook even weten in de reacties. Want ik weet niet of jullie dit interessant genoeg vinden. Maar ik vond het in ieder geval even leuk om dit te laten zien. Want ik had het nog niet eerder gedaan. Het slalom of in ieder geval tussen de pionnetjes doorrijden. Het was wel grappig, maar ja, het is natuurlijk lang niet zo interessant als de race en de kwalificatie zelf. Maar uiteindelijk weet ik hier brons te halen. Ik had nog wel een paar pionnetjes ver gereden, wat ervoor zorgde dat ik dus brons haalde. Als ik dat niet had gedaan, was het zilver geworden. Maar prima, joh, brons. Ik was al lang blij dat ik het gehaald had. Dan, in de practice is er wat fout gegaan. Mijn DRS is maar liefst 2 keer kapot gegaan. Ik zei het net nog. Ik hoop dat ik geen reliability issues heb, maar helaas, de drag reduction system is gesneuveld. Maar dan in de kwalificatie hebben we het weer gefixt. En als het goed is, hebben we dan ook geen problemen meer. Dus dit is dan ook de eerste run in mijn kwalificatie. En jullie weten hoe ik het doe. De eerste run is meestal niet zo interessant bij mij. Ik ga dan gewoon even een rondje neerzetten. Die is niet heel snel. Het is uiteindelijk een 31-7 geworden, wat mij op de vierde plek zet. Maar ja, niet heel veel mensen hadden een rondje gezet. Dan de tweede ronde die ik neerzet. Daar zul je zien dat het altijd alweer een stuk beter gaat. Dan ga ik een stuk meer op de limiet zitten. Die eerste bocht ging niet heel lekker. Maar een stukje verderop weet ik toch weer 3/10 te vinden op mijn eigen tijd. In deze bocht bijvoorbeeld. Dit is trouwens ook een hele lekkere bocht op dit circuit, hoor. Dat is denk ik de leukste bocht. Of een bochtencombinatie om te doen. Maar ik weet hier dus uiteindelijk 3/10 te vinden. Dan is een klein stukje verderop. Bij de chicane weet ik opeens heel veel tijd te vinden. Bijna 2/10 extra. En dan hier ook bij de exit weet ik gewoon veel sneller weg te komen. Waardoor ik op het hele rechte stuk gewoon extra tijd vind op mijn eigen tijd. En dan in de laatste paar bochten zit ik op 1/2 seconde. En ook hier weer kom ik er veel lekkerder doorheen dan in de vorige ronde. Dus weet ik bijna 1 seconde van mijn tijd af te snoepen. Wat mij op de 12e tijd bracht. Wat mij een beetje, waar ik een beetje van schrok. Ik dacht, dat ik veel hoger zou zitten. Maar helaas, 12e plek, prima. Laten we doorgaan naar de derde ronde. En de derde ronde was ook wel een interessante ronde. Want hier in de eerste bocht weet ik volgens mij wel een klein beetje tijd te vinden. Maar heb ik hier toch wat wheelspin, waardoor ik uiteindelijk later in de ronde wat tijd verlies. Dan hier probeer ik het goed te maken over de chicane. Maar dat ging niet helemaal lekker, waardoor ik alsnog tijd verlies hier. En uiteindelijk hier met het uitaccelereren weet ik toch nog ergens 2/10 te vinden. Maar dan in die laatste bocht, die ging de vorige ronde zo goed. Maar hier een stuk minder, waardoor ik daar weer tijd verlies. Dus het was een heel erg moeilijk rondje op. Naar mijn mening een heel erg moeilijke baan. Dus uiteindelijk weet ik me hier op de 18e plek volgens mij te kwalificeren. Richard van Schoor op de 14e plek. Ja, ik was op de 18e plek en ik was daar dus niet heel blij mee. Dan kunnen we door naar de race. En we moeten natuurlijk op ons plekje gaan staan. Laten we hopen dat het deze keer wel paars is. Want de vorige keren was het altijd groen. En jawel, we staan paars op onze plek. Dus we kunnen ons opmaken voor een geweldige start. En hier gaan de lichten aan. Dus zodra ze uitgaan, dan kunnen we gaan. We moeten de klusje inhouden. We moeten gaan reffen. Niet te hard, want anders hebben we wheelspin. En jawel, heel rustig op het gas. En we zijn weg vanaf de 18e plek. En ik ga hier een klassiekertje doen. De mensen die veel F1 spelen, die kennen dit. Gewoon heel laat remmen. Want ja, ik wil gewoon voor die punten gaan. Dus dan maar een beetje vals spelen. Al wel, het is niet echt vals spelen. Je kan het gewoon doen. Het zijn gewoon bots die gewoon heel traag zijn in de eerste bocht altijd. Nou, had ik wel iemand geraakt, dus Ricciardo. En ik kreeg daar wel een kleine warning voor. Maar prima. Uiteindelijk zit ik hier te vechten met Ocon. Die laat ik voorbij, want ja, hij zit aan de binnenkant. Daar komt ook nog eventjes Perez kijken. Maar ja, die kap ik nog wel redelijk goed af.
waardoor ik hier op de 14e plek sta. Toch 4 plekken gewonnen vanaf de start. Laten we dan eens gaan kijken naar de herhaling van de start. Even kijken hoe het er vanaf bovenaf uitziet. Uiteindelijk staat er een Red Bull op pole. En ik heb geen idee waarom Perez zo ver achter me stond. Maar prima, Max is lekker weg. En ik was ook dus best wel lekker weg. Ik had best wel veel mensen aan het begin al te pakken. En je ziet hier, ik rem mega laat. Of zoals we bij Viaplay zouden zeggen, ultra laat. En daar weet ik toch een paar plekjes te winnen. Maar ja, dan is de tractie wat minder. Dan zit je aan best wel slechte positie op de baan. Waardoor je toch wat mensen voorbij moet laten. Maar ik ben toch blij dat ik die 4 plekken heb kunnen winnen hier. Toch een mooie battle nog met Ocon uiteindelijk. En dan weet ik hier Perez toch nog best wel naar de buitenkant te drukken. Waardoor Perez toch nog bijna de fout in ging, zie ik nu pas. Oké, dan in de tweede ronde zit ik op de hielen van Richard Verschoor. Mijn teamgenoot natuurlijk. Ja, en die wil ik verslaan. Want daar krijg ik extra punten voor. En dan ga ik er met een divebom in. Maar ik vind het toch wel netjes, want ik haal die bocht prima. En je zag het al een beetje net. Richard Verschoor, die had een keiharde lock-up daar. Waardoor hij er terecht doorschoot. Waardoor ik hem makkelijk voorbij kon. Hier in de replay kan je het ook zien. Dat Richard Verschoor hier een lock-up heeft er rechts voor. Waardoor ik hem makkelijk voorbij kan. Dus dankjewel Richard voor de plek. Die ga ik hopelijk niet meer teruggeven. Maar ja, een rondje later of zo zit hij op de hielen. En dan zonder DRS volgens mij nog hier. En hij komt er bijna voorbij. Ik moet heel diep remmen. Ik neem een hele wijde bocht. En hier moet ik hem een beetje knijpen. Maar uiteindelijk lukt het me om hem achter me te houden. Maar het duurt niet lang. Hier komt hij er uiteindelijk een paar bochten later alsnog voorbij. Want ja, ik weet het niet. Deze baan ligt mij niet of zo. Het voelt niet lekker. Mijn setup voelt niet lekker. Ik heb heel veel overstuur overal. Ik heb namelijk een custom setup. Als jullie heel graag willen dat ik die laat zien de vorige keer, dan zal ik dat doen. Laat even weten in de reacties. Maar ik weet niet. De baan ligt mij niet helemaal. Maar hier doe ik weer hetzelfde. Heel diep inremmen. Ik haal de bocht wel, maar wel op een hele rare manier. En Richard Verschoor, die redt het weer niet. Maar uiteindelijk heb ik hier een mega moment. Ik zet hem bijna in de muur. En Richard Verschoor kan er dan alsnog langs. En niet alleen Richard Verschoor gaat er langs. Ook Perez heeft daardoor de kans. En uiteindelijk komt zelfs Albon nog eventjes kijken. Maar ik ga ervoor zorgen dat die er niet voorbij komt. Want anders zou ik 3 plekken verliezen. En dat zou natuurlijk mega zonde zijn. Ik ben wel benieuwd naar de replay. Dus laten we daar eventjes naar gaan kijken hoe dit eruit zag. Je ziet hier dat ik best wel slechte tractie had. Ik wilde zeggen prima, maar ik heb geen goede tractie hier. En dan komt Richard Verschoor toch even om een hoekje kijken. En die rijdt er eigenlijk vrij makkelijk langs, zoals je eerder al kon zien. Nou ja, prima. Dan probeer ik hier nog een remactie, maar dat lukt me niet. Dan gaan we straks kijken op het rechte stuk, want hier zit ik natuurlijk nog vlak achter Richard Verschoor. En dan doe ik eigenlijk hetzelfde wat ik de vorige keer dus ook deed. Gewoon heel diep inremmen. En dan hopen dat hij een lock-up doet of zo. En deze keer had hij geen lock-up, maar kom ik er gewoon prima voorbij. Ik steek hem er gewoon tussen. Ik snij hem gewoon af. Maar hier heb ik dus straks een mega moment, zoals je zo meteen zal zien. En dat is echt, ik hoek hem uit de muur al. Ik heb geen idee, maar ik heb echt mijn best moeten doen om daar gewoon rechtdoor te blijven rijden. En dat lukt uiteindelijk. Maar ja, dat kostte me uiteindelijk wel 2 plekken. Sterker nog, bijna 3 plekken. Als ik Albon er ook voorbij had gelaten. Maar die weet ik gelukkig van me af te houden. Dan 10 rondes later zat ik heel lang achter Lance Stroll. Maar die is inmiddels wezen pitten. En dan heb ik Guan Yu Zhou in mijn nek zitten. En die wil ik natuurlijk niet voorbij laten. Ik wil natuurlijk niemand voorbij laten. Want ja, waarom race je dan als je iedereen voorbij laat? Dus ik ga hier heel diep. Ik geef hem wel de ruimte. Ik ga hier van de track af. Ik denk dat de FIA in het echt die had gedacht van leaving the track and gaining advantage. Maar maakt niet uit. In de game maakt het niet zoveel uit. Hier de replay van wat hier nou gebeurde. Guan Yu Zhou, die remt hier veel beter dan ik. Die haalt de apex. Ik haal hem totaal niet. En ik kom hier best wel agressief terug op de baan. Dus sorry, Guan Yu, als ik jou daar liet schrikken. Maar ik wil de positie gewoon houden. En dat is uiteindelijk gelukt. Dan ronde 15 gaan we de pitstraat in. We gaan natuurlijk onze pitstop doen naar de harde band. En jullie weten het, ik heb bijna alle keren tot nu toe, nee, sterker nog, voor mij waren het alle keren dat ik gepit heb, is het fout gegaan met één van mijn wielen. Dus laten we hopen dat het nu eindelijk wel goed gaat. Ik had een upgrade gedaan aan de pitcrew, dus laten we kijken of het lukt nu. Jawel! Een 2.3 pitstop. Ja, het is eindelijk een keer gelukt. Een optimale pitstop. Geen gezeik. Nou is het zo dat ik nu niet echt voor de punten aan het strijden ben. Dus het is niet heel bijzonder verder. Maar ik ben toch blij dat ik die 2 seconden heb weten te besparen. Hier de replay van de pitstop. Ja, je ziet gewoon dat ik het vrij komt vlak voor mijn neus. Nou, heb ik verder geen pijn van. Maar hier rij ik perfect naar binnen. Je ziet het niet per se op de replay. Maar hier zie je gewoon, hup, alle 4 bandjes gaan er tegelijkertijd op. En we kunnen weer verder met ons leven.
even op de harde band. Maar die is natuurlijk ijs en ijskoud, dus ik had het daar niet heel makkelijk mee. Dan ronde 18 zit ik vlak achter Gasly. Ik dacht, ik ga hem pakken hier, dus ik was echt flink aan het overdrijven. Want je ziet hier ook, ik ga hier veel te vroeg op mijn gas, waardoor ik weer zo'n overstuurmoment heb. Ja, ik heb het de hele tijd, die overstuurmomenten. En daardoor heb ik geen genoeg tractie, ik heb niet genoeg snelheid, waardoor Vettel keihard op me in kan rijden. En uiteindelijk zul je zien dat hij me er... misschien, volgens mij is dat hier al. Gaat hij me hier al voorbij of rem ik hem? Nee, ik rem hem hier nog uit. Hij probeert het wel aan de binnenkant. En ik ga hier toch wijd langs. En uiteindelijk rijden we heel lang naast elkaar. Dit is toch wel echt een heel mooi momentje. Ik vind dit zelf heel vet om te doen in deze game. Gewoon zo hard racen naast elkaar. En elkaar wel laten leven. Want ja, ik kan hem natuurlijk makkelijk van de baan afrijden. Maar dat is gewoon niet leuk om te doen. Het is gewoon veel te makkelijk. En is ook wel weer jammer. Laten we even kijken naar de replay. Want ja, dit is toch gewoon een heel erg leuke actie. Dus ik wil hem ook even van bovenaf bekijken. Je ziet hier dat Vettel gewoon meer snelheid heeft. Ik probeer nog te verdedigen, maar hij kiest ervoor om de binnenkant te pakken. Heel diep in te remmen en ik probeer een wijde lijn te rijden, waardoor ik er gewoon naast kan blijven. Ja, en ik vind dit soort shots nogmaals gewoon heel nice om te zien. Gewoon naast elkaar rijden, geef elkaar de ruimte en uiteindelijk weet ik het hier gewoon goed te maken door iets later te remmen, waardoor ik de binnenkant heb en dan moet hij achteraan aansluiten. Dus Vettel, lekker gedaan. Goed gereced, maar... niet heel veel later gebeurt er dit. Ja, ik heb gewoon weer, ook op deze bocht, weer wheelspin, weer weinig tractie, weer weinig snelheid. Waardoor Vettel echt super hard op me inrijdt en er voor de bocht al lang voorbij is. Dus ik had hier zoiets van, ja, ik ga dat niet eens proberen terug te halen, want dit is gewoon te lastig. En ik heb gewoon zo weinig grip. Het is gewoon heel moeilijk. En hier probeer ik nog naar Vettel toe te rijden, want ik was natuurlijk een beetje gefrustreerd. En dan gebeurt hier dit! Oh nee, Dion, ik ben gespind. Ja, het is gewoon gebeurd. Eindelijk ben ik een keer gespind en het was zonde. Ja, het zat er ook aan te komen, want ik had gewoon zoveel overstuur de hele tijd. Hier is de replay trouwens. Ik ga te vroeg op mijn gas, waardoor mijn achterkant uitbreekt. En ik hier de muur in kom. Gelukkig geen schade, want die heb ik niet op simulatie staan. Want dan was ik al lang klaar geweest. Dus ik was boos. Dan een paar rondes later zit ik achter Ricciardo mezelf weer op te vreten. Zelfde bocht, zelfde moment. En jawel, ook hier ga ik weer te vroeg op mijn banden. Ik weet niet of het een harde band is of dat ik gewoon te gretig ben. Ik weet het niet. Maar het voelde gewoon niet lekker. Twee keer gespint in één race is gewoon niet goed. En hier de replay. Letterlijk exact hetzelfde gebeurt hier. Ik ga te vroeg op mijn gas en ik spin gewoon weer. En raak weer met de achterkant de muur aan. Nou, toen was ik er wel een beetje klaar mee met de race. Maar ja, ik ga hem wel uitrijden natuurlijk. Dus ik ging de pit in. Ik dacht, ik moet van deze banden af. Ik wil weer terug naar die softbanden. Ik hoef toch nog maar een rondje of 7, 6 te rijden. En dan was het toch klaar geweest. Dus ik dacht, waarom zal ik toch niet gewoon op die softband gaan staan. Kijken of er nog eens snelste ronde neer kan zetten. Weer een goede in-turn moment of turn-in moment. En ook hier weer een stop van 2,3 seconden. Het is gewoon wonderbaarlijk. Twee keer in de race. Een perfecte stop. Dankjewel pitcrew. En die upgrade van de pitcrew was sowieso de beste keuze in mijn leven tot nu toe. Nou, koude bandjes, prima. Dus we gaan gewoon keihard rijden. En ik dacht hier nog, laten we hopen dat er een safety car komt. En toen zag ik dit. Gele vlaggen. Het zal toch niet dat ik nu een safety car krijg. Dat zou namelijk perfect zijn. Want dan zit ik op warme softbandjes. En ik zag hier Max Verstappen. Die is uit de race. Dus ik dacht, oh, oké, daar gaan we. Dus laten we even kijken wat er gebeurt met Max Verstappen. Hij is aan het vechten hier volgens mij met Lewis Hamilton. Ja, dit is Lewis Hamilton. En zijn motor blaast gewoon op. Er zijn veel motoren die kapot gaan in mijn My Team Season. En hij is gewoon kapot. Dat is heel jammer voor hem. Dus hij valt uit. Helaas was die auto te snel weg van een safety car. En kreeg ik uiteindelijk blauwe vlaggen. Dus geen safety car, maar wel blauwe vlaggen voor Lewis Hamilton. Die moest ik dus voorbij laten. En de keurige man die ik ben, ik doe dat natuurlijk gewoon. Eerst volgende opportunity. Hup, ik ga van mijn gas af. Hamilton voorbij. Maar ik dacht wel, Hamilton zit op wat oudere softbanden. En even op hardbanden. En ik zit op nieuwe softbanden. Dus ik dacht, waarom ga ik niet gewoon proberen mezelf te unlappen? Dus wat doe ik hier? Ik heb hier DRS. Ik heb veel meer tractie, veel meer snelheid. En ik dacht, ik ga hier gewoon voor, nou het is niet eens een divebomb, ik rem gewoon wat later. Ik zet hem aan de buitenkant, ik pak hier de apex en ik pak gewoon Lewis Hamilton. Ik dacht, wat gebeurt hier? Waarom heb ik opeens zoveel pace? En dat had ik ook, ik was ook super snel. Maar later gebeurde er iets. Laten we eerst even kijken naar de replay. Want hier zit ik dus op de hielen van Lewis Hamilton. En ik vind het gewoon misschien wel de mooiste actie die ik op dit moment
moment, of die ik op deze race heb gedaan. Gewoon laat remmen, zet hem aan de buitenkant, druk hem maar een beetje naar de buitenkant. Ik druk hem niet van de baan af, dus dat is keurig en uiteindelijk zit ik er gewoon mooi voor. Maar dan, even later, heb ik weer blauwe vlaggen, want de game denkt, er zit iemand achter je. En ik dacht, ik ben sneller en ik krijg een 5 seconden penalty. Ik krijg gewoon een 5 seconden penalty. Dus ik dacht, ah man, dit ook nog. 2 keer gespind. En dan ook nog eens dit. En dan, toen was ik mezelf helemaal het opvreten hier. Ik ga hier remmen hier veel te laat. Ik ga hier ook weer veel te vroeg op mijn gas. Ik heb hier een momentje overstuur. En jawel, ik zet hem in de muur. Ik dacht, ja, dit slaat helemaal nergens op. Laten we even kijken naar de replay. Ik was gewoon zo gefrustreerd. En ik dacht, ik wil hem gewoon weer pakken. Maar dat moet je niet denken. Je moet rustig blijven. En uiteindelijk zet ik hem hier in de muur. En ik was er ook klaar mee. Dus ik dacht, ik retire mijn auto. Ik was klaar met deze race. En ik vond het wel weer goed geweest voor vandaag. And I can see the drivers starting to approach the podium for the victory celebrations. A real team victory today. Everybody played their part. Congratulations then to Mercedes, your race winners. Ja, uiteindelijk heeft Lewis Hamilton dus weten te winnen met Alonso op de tweede plek en Charles Leclerc op de derde plek. Richard Verschoor is 14e geworden, net buiten de punten. Dat is jammer, want volgens mij hadden we wat extra geld gekregen als hij punten had gehaald. Ik verlies er iets ten opzichte van mijn teamgenoot. En uiteindelijk weet ik niks qua geld nog extra te krijgen van mijn sponsor, omdat ik hem niet weet te outqualifyen. Dames en heren, dit was het einde van deze video. Ik hoop dat jullie hem tof vonden. Nou, als jullie het vonden, drop die like. Abonneer eventjes en klik op de video die nu in beeld staat. En dan zou ik zeggen tot de volgende keer en peace out. Doei!